als een warme gezichtsmassage. De kosten voor een totale gelaatsbehandeling bedragen slechts €230. Ook verwijderen wij uw tatoeage met laser. Bel voor meer informatie of voor het maken van een afspraak of kijk op onze website. Hallo Limburg! Dat is nou het gevoel dat je krijgt van de kunststof ramen en kozijnen van Kunststof Brunsum. Bestellen zonder aanbetalen en onze eigen montagedienst levert het werk brandschoon op. Ontdek de super prijs-kwaliteit verhouding van Kunststof Brunsum. En kom snel naar onze showroom aan Haafland 5 in Brunsum. Degene die het beste is, gaat winnen. Vrijdag de 13e praten wij alleen maar over wielrennen. Blijf rammen op die kasseien, dat is toch wel iets speciaals. Om 7 uur, live vanuit de Amstel Gold Race Experience in Valkenburg, het L1 Wielercafé. Met professionals. Daar heb ik heel veel zin in. Met amateurs. Het wordt verschrikkelijk, denk ik. Met oud-winnaars. Ik ben gewoon de onderwijs. En met de kenners. Kansjewara, heb goede benen vandaag, zeg. De Amstel Gold Race begint op vrijdag 13 april met het L1 Wielercafé. Dit is het L1 nieuws van woensdag 11 april. Vervuild beton in nieuwbouw stadhuis Weert. Panningen is stankoverlast beu. En Sittardse gracht krijgt weer water. Goedenavond, dames en heren. Een fout bij de bouw van het nieuwe stadhuis in Weert. Een deel van de constructie moet worden gesloopt en opnieuw gebouwd. En dat allemaal omdat er slecht beton is gebruikt. Deze vloer van het stadhuis en aanbouw is gestort met beton dat mogelijk voor problemen kan zorgen. Er blijkt er te veel soda in te zitten. Als er een te hoge concentratie is van sodazout in het betonmortel, dan kan er een desintegratie optreden. En na enkele jaren kan dat resulteren in dat hij zijn kracht verliest. Ja. Oftewel, het beton kan poreus worden. De bouwers ontdekten het probleem omdat het beton zich niet normaal gedroeg tijdens en na het storten. De hoeveelheid soda in het beton is de verklaring daarvoor. Dus moet het eruit en moet de klus opnieuw worden gedaan. Uiteindelijk zijn wij daar verantwoordelijk voor. Maar je kunt je wel voorstellen dat wij aan deze zaak helemaal niks aan kunnen doen. Alles is gecontroleerd bij ons op de centrale. En aan het cement was ook niks mis mee. Alleen het heeft gezeten bij de transporteur van de cement. En dan kunnen ze zich wel voorstellen dat de aansprakelijkheden doorgelegd worden. Ja. Dus gaat men nu uitzoeken wie nou exact de fout heeft gemaakt en wie iets te verwijten valt. Qua vertraging valt het allemaal nog wel mee. Ik denk maximaal anderhalve week. Gelukkig is het project dusdanig groot dat ze ook op andere plaatsen verder kunnen. Dus we proberen dat tot een minimum te beperken. Dat valt mee, maar het kostenplaatje? Het kostenplaatje is niet overzien. De gemeente Weert wilde niet reageren op de problemen bij de bouw van het nieuwe stadhuis. Met zo'n 400 handtekeningen roepen omwonenden van een afvalverwerkingsbedrijf in Panningen de gemeente op om actie te ondernemen tegen de stankoverlast. De petitie werd vanmiddag op het gemeentehuis aangeboden. De provincie Limburg heeft inmiddels al 20 officiële klachten ontvangen over het bedrijf. Van de Weijerdrogerij zit er sinds 2009 en iedereen vraagt zich af wat er allemaal uit die schoorsteen komt. Frans Verdonschot is een van de omwonenden die stankoverlast ervaart. Hij woont op een steenworp afstand van het afvalverwerkingsbedrijf. Nou, het probleem is die pijpen hier op de achtergrond ziet. In dat bedrijf worden allerlei afvalstoffen je verbrand. En die verbranding is niet altijd optimaal. En als het niet optimaal is, dan krijgen wij stank en rookoverlast. En wat ruikt u dan precies? Nou, een beetje een zoetige, karamelachtige chemische geur. Van de Weijerdrogerij verwerkt afvalproducten die moeilijk of vrijwel niet te recyclen zijn door ze te scheiden of te drogen. Daarna worden ze verbrand. Het bedrijf wil niet voor de camera reageren. Een woordvoerder zegt wel dat ze de klachten van de omwonenden serieus neemt. Volgens de afvalverwerker werken zij volledig binnen de richtlijnen van de milieu- en omgevingsvergunning, maar is zij wel met de gemeente en de provincie in gesprek over de eventuele problemen. Een zevental omwonenden bood de petitie aan op het gemeentehuis en wachtte de eerste reactie van de burgemeester af.
Dat het hele handhavingsverhaal ligt bij de provincie. Dus de provincie is aan zet. Maar ik vind, voor een inwoner moet het niet uitmaken. Een overheid is een overheid. En dan vind ik ook dat de provincie nogmaals met dit signaal onder de arm, of de gemeente, sorry, nogmaals met dit signaal onder de arm, bij de provincie aan moet kloppen. En dat wij zeggen, het zijn onze inwoners. Laten we nou met elkaar proberen om te kijken of we in ieder geval iets aan die overlast kunnen doen. Ik hoop het wel. En ik hoop dat de gemeente in ieder geval erkent dat dit probleem is. En niet alleen vraagt aan de gemeente en de provincie om maatregelen, maar dat gaat eisen. Je hoort natuurlijk wel van de gemeente, ja, is op hoogte, maar ja, echt concrete dingen hebben we van de gemeente eigenlijk nog niet gehoord. Hoe lang het duurt voordat de gemeente met een concrete reactie komt, blijft nog onduidelijk. Straks in deze uitzending waarom de accordeonist van Rowan Heijzen een heel bijzonder instrument heeft. En straks ook de uitleg erbij. Onder het oude centrum van Sittard vreet een boorkop zich een weg van de Begijnenhofwal richting Walstraat. En door de pijp die daar komt, stroomt straks water van de Molenbeek. En dan zal er na lange tijd weer water stromen door de gracht om de historische kern van Sittard. Met een snelheid van 6 à 7 meter per uur verdwijnt segment na segment in de Sittardse bodem. Dat wordt in zeer versneld beeld beter zichtbaar. De boor zit op 4 meter diepte en moet de kelders van de huizen mijden. Onze boorlijn is uitgezet in de winkelstraat. Dus we boren langs de fundering van de huizen af. Twee leidingen worden er onder de stad aangelegd. In totaal bijna 500 meter. Ze komen samen in de Walstraat. De Molenbeek die stroomt bij het Tempelplein, onder het Tempelplein door. Daar wordt deze buizenstreng eigenlijk mee verbonden. Nou, het wordt van de Molenbeek afgetapt aan de bovenloop van de Molenbeek. Dan laten we het naar beneden vallen via die pijp. Dan komt het in de grachten terecht en via de grachten stroomt het weer terug in de onderloop van de Molenbeek. Dus dan hebben we ook stromend water. Sittard heeft met het herstel van het Schootsveld en de gracht langs de noordwestelijke wal weer de aanblik van een ommuurde stad. Als over 2 maanden water stroomt door de gracht, is het plaatje compleet. Het is om de stad aantrekkelijker te maken in zijn totaliteit. We hebben daarvoor de schootsvelden vrijgemaakt, de bebouwing moet daarvoor weg. We hebben gezegd dat we die grachten weer terugbrengen zoals dat vroeger in zo'n oude vestingstad de gewoonte was. Uiteindelijk is het de bedoeling om de gracht terug te brengen rond het hele historische centrum. Maar dat is niet zo makkelijk. Nou, de moeilijkheid is dat we een gedeelte van die schootsvelden dat die bebouwd zijn. Dus dan moet je de bebouwing weghalen en dan moet je de schootsvelden weer vrijmaken. Dat hebben we achter mij ook gedaan. En dat betekent dus dat er toch veel geld mee gemoeid is om die bebouwing er weg te halen en dan nieuwe groenvoorzieningen voor in de plaats terug te brengen. Dat is dus nog toekomst. Dit stuk gracht krijgt binnenkort water. Voor de bouwvak moet dit deel van het project klaar zijn. Bij een brand in een paardenhouderij in Born zijn afgelopen nacht 3 paarden in de vlammen omgekomen. 2 dieren konden worden gered. De stal brandde helemaal af. De brandweer voorkwam wel dat het vuur oversloeg naar de woning van de eigenaar. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Een opmerkelijke weggebruiker vanochtend op de A79 bij Maastricht. Een zwaan stak vanuit het niets de weg over en zorgde voor verkeersoverlast. Het dier was zich van geen enkel kwaad bewust. Medewerkers van Rijkswaterstaat wisten na een aantal pogingen de zwaan van de autosnelweg te krijgen. En de zwaan werd vervolgens door de dierenambulance weggevoerd. De Venlose vishandelaar Roy Gerard stapt naar het Europees Hof om zijn zeehonden terug te krijgen. Dat doet hij nadat de Raad van State hem vandaag in het ongelijk stelde. De zeehonden werden begin vorig jaar in beslag genomen. Gerard hield ze in zijn voortuin. De Raad van State vindt dat de zeehonden niet terug mogen, omdat het gaat om een inheemse beschermde diersoort. De provinciegrens in Noord-Limburg moet blijven zoals die is. Dat adviseert Jos Hoebe, die een opdracht van de provincie onderzoek deed naar de bestuurskracht van de 3 gemeenten in de kop van Limburg. Moken Middelaar vlicht met Gelderland, maar moet volgens Hoebe bij Limburg blijven. Wel moet er voor het einde van het jaar een serieus plan liggen voor samenwerking in de kop van Noord-Limburg. Jarenlang werd er gesproken over een fusie tussen Bergen, Gennep en Moken Middelaar. Dat proces werd vorig jaar beëindigd door minister Donner. Gevolg is dat alle 3 de gemeenten nu een flinke achterstand hebben opgelopen. Dat is heel intensief geweest. Dat kost heel veel ambtelijke en bestuurlijke
capaciteit, onderzoeken, afspraken die gemaakt moeten worden, projectstructuren. Nou, bedenk het maar allemaal wat bij zo'n proces hoort. En tijd kun je maar één keer uitgeven. Jos Hoebe was burgemeester in verschillende gemeentes, waaronder Thorn en Hunsel. Hij voerde zo'n 50 gesprekken in de kop van Noord-Limburg in opdracht van de provincie. Zijn conclusie, de problemen zijn het grootst in Mook en Middelaar. Het is de kleinste van de drie gemeenten en bovendien sterk op Nijmegen georiënteerd. De afgelopen tijd gingen in de gemeentepolitiek stemmen op om Mook en Middelaar bij Gelderland te voegen. Maar dat wordt nu afgeraden. Ik adviseer om de provinciegrens niet te wijzigen. En daar ligt als reden aan dat dan vermoedelijk, ik zeg niet dat het zal gebeuren, maar vermoedelijk er ook een discussie zal gaan plaatsvinden over splitsing van de gemeente. En of dat in het licht van toekomstbestendigheid absolute handigheid is, dat valt dan te betwijfelen. Er is geen inhoudelijke urgentie om de grenzen nu te veranderen. Je kunt het ook op een andere manier doen, de problemen als zodanig oplossen. En het tweede is, het draagvlak in de gemeente Mook is niet overduidelijk op dat terrein. Dus ja, voor ons betreft is er geen reden om die provinciegrens nu ter discussie te stellen. Maar wat moet er dan wel gebeuren? Samenwerken op verschillende vlakken. Niet vrijblijvend, maar aan de hand van stevige afspraken om alle gemeenten sterker te maken. Het ging erom om de gemeentebesturen, die nu zelfstandig verder gaan, om die gemeentebesturen de voldoende bestuurskracht te laten zien. Nou, daar past geen shopgedrag bij, daar past geen vrijblijvende relatievorming bij. Daar past alleen maar enige vorm van vaste relatie bij. De drie gemeenten moeten die afspraken in het najaar met elkaar maken tijdens een bestuurlijke conferentie. In 2013 kan de samenwerking dan echt van start gaan. Twee zeldzame Martinali-accordeons zijn gestolen. Er zijn maar drie van deze accordeons gemaakt door Nout Martinali uit Kronenberg. De enige overgebleven Martinali-accordeon is in handen van Tren van Enkevort, accordeonist van Rowenhaise. Dit is de laatst overgebleven Martinali-accordeon. De andere twee exemplaren werden gestolen bij muzikant René van Roy in Os. Bewakingscamera's filmden de diefstal. Die hebben gewoon gedacht van, ik zie hier vier instrumenten staan met deze naam erop, dan zal het wel bij elkaar horen. En het ziet er allemaal heel erg authentiek uit. Dit zou ook uit de vorige eeuw kunnen komen. Zo mooi en zo prachtig. De laatste is nu in handen van Tren van Enkevoort. Ja, deze is erg bijzonder. Ja, ten meer omdat er zijn er heel weinig van gebouwd. En deze is gewoon op mij gebouwd, hoe ik hem wil hebben. En het is een Martinali, dus voor mij was dat ook heel belangrijk om een Martinali in huis te hebben. Een Martinali, dat is een begrip? Ja, ik vind onder de accordeonisten, ze kennen hem allemaal. Maar wat denk je zelf van de vader? Ja, ik heb tegen de verzekeringsagent gezegd, het is niet te schatten. Het is voor mij echt niet te schatten. Ik weet ook niet meer wat ik ervoor gegeven heb, maar ja, ik heb er... Ten eerste, hij heeft er een jaar aan gebouwd, per stuk. En ik heb er 5 jaar voor moeten zeuren ook. Dat is verschrikkelijk om... Als je zoiets moet missen, ik kan het heel goed begrijpen hoe René zich voelt nu. Ben je er nu extra voorzichtig mee? Nou ja, dat natuurlijk. Want toen ik dat van de weekend las, dat is wel iets van, kijk, daar kan iedereen overkomen. De dieven zijn spoorloos. René van Roy hoopt dat hij zijn instrumenten ooit terugkrijgt. Ja, hij kan er gewoon niks mee. Zit die dingen aan de straat, leveren ze in mijn politiebureau, voor mijn part gemeentehuis. Zet ze ergens droog weg en dan komt het allemaal goed. Nou, de mooiste inleiding die je kunt verzinnen voor het weer met Thijs Seelen. Na 2 sombere dagen hebben we vandaag eindelijk de zon weer eens kunnen begroeten. En dat geldt ook voor morgen en overmorgen. Maar er gaat ook een aantal buien vallen. Maar het zomerweer van de afgelopen 2 dagen, dat is natuurlijk snel vergeten. Want toen viel het echt tegen. Hier in Kamerich in Zuid-Limburg, er is paasmaandag en gisteren in totaal zo'n 20 tot 25 mm regen gevallen. Dat gold voor meerdere plaatsen in Zuid-Limburg en ook voor delen van Noord-Limburg. En ja, dit weerbeeld dat een beetje somber is, dat geldt waarschijnlijk ook voor het komende Amstel Goldrace weekend. Amstel Goldrace komt dan ook hier voorbij Kamerich. Met regenhoeveelheden lijkt dit mee te vallen. Het is nog enigszins onzeker, maar het ziet er wel uit dat we een stevige, koude noordelijke wind gaan krijgen. Dus toch wel een vrij koud Amstel Goldrace weekend.
Dat geldt dan ook voor de Gulperberg, waar het vanmiddag tijdens opklaringen nog 12 graden werd. En in de lagere delen van Limburg, daar werden het nog 13, 14 graden. Maar bij die temperatuur ontstonden hoge opbollende stapelwolken. En ook een aantal buien, en die zien we ook op de neerslagader. Even voor 4 uur trokken er een paar Limburg binnen. Boven België is het er ook nog een paar, dat geldt voor vanavond en vannacht. Een enkele bui kan pittig zijn met hagel en misschien ook een donderslag, een bliksemschicht. En dan heeft allemaal te maken met lage drukgebieden hier in, boven dit lage drukgebied boven de Noordelijke Noordzee. De hoge luchtlagen zijn ijskoud, ook morgen. En dat verklaart dus dat de buien vanavond en vannacht nog ruim tijd doorgaan. Later in de nacht worden wat droger, een paar mistbanken, weinig wind en dan koelt het af tot 3, 4 graden. En morgen dus een vergelijkbaar weerbeeld met vandaag. Eerst droog met flink wat zon in de ochtend. Heel snel die stapelwolken en morgenmiddag worden die echt dreigend. En dan weer een paar plensbuien met hagel en onweer. Tijdens felle opklaringen 11, 12 graden, maar tijdens plensbuien koelt het flink af. En er staat morgen een matige west-zuidwestenwind. Vrijdag en zaterdag dus ook opklaringen, maar ook nog een aantal buien. Misschien zaterdag wat droger. 12, 13 graden 's middags en 's nachts bij weinig wind fors aan de grond. In het weekend, Amstel Gold Race weekend, dus meer wind uit het noorden. Temperatuur is 's middags slechts 10 graden. En waarschijnlijk toenemende wolking en ook een beetje regen. Zo meteen is er L1 Sport met Maurice de Heus. En die zit alvast hier. Maurice, groot nieuws. De popel inderdaad, Lex. Want Fortuna Sittard krijgt een nieuwe directeur. Jos Alberts, 52-jarige marketingdeskundige. Part-time gaat hij in dienst treden en per 1 juli dan voltijds. Oud fietser geweest trouwens, en als het gaat over wielrennen, werd ook het nieuwe WK-banier vandaag onthuld. Ja, daar is het, met Leo van Vliet, en ja, die is actief in de golf. Als die banieren maar regenvast zijn, hebben we straks weer. Ja, dat was het nieuws. Meer nieuws en achtergronden vanavond om 9:30 en Ellen Laat. Dan onder meer een gesprek over dementie. Dag, prettige avond. Toos en Henk wordt mede mogelijk gemaakt door Dagblad de Limburger en het Limburgs Dagblad. Dementie wordt de epidemie van de toekomst, zeggen deskundigen. Hoe het tijd te keren. En hoe het Heerlandse mannenkoor Sint Pancratius erin slaagt steeds meer leden te trekken. Vanavond, L1 Laat. Ik ben Michel Kessels. Met mijn mountainbike de natuurelementen produceren. Daar ligt mijn passie. Belangrijk daarbij is de duurzaamheid van mijn materiaal. Kwaliteit en vakmanschap. Dat is onze passie. Kuipers. Kunststof ramen en deuren. Posterholt. Van 51 kilometer en 453 meter. Nog 300 meter slechts. Uw oude kozijn is nu geld waard. Tot wel €250 per kozijn. Kom dus snel naar Kuipers. Kunststof ramen en deuren Posterholt. Agnes Kwabe geeft dagelijkse zorg aan meer dan 1000 kansloze kinderen in Zuid-Afrika. Kinderfonds Mama's steunt sterke mama's als Agnes.
wensen verschillen. Wat is het dan nog mooier dan in elk vertrek van uw huis ander beeld of geluid? Bang & Olufsen Paulussen in Roermond zorgt voor de juiste afstemming van uw wensen. Van de werkkamer, de slaapkamer, de keuken tot de woonkamer. Bang & Olufsen maakt het waar. Zelfs een bioscoopgevoel in eigen huis. Met de Beo Living verandert uw huiskamer met één druk op de knop in een stijlvol privétheater. Bang & Olufsen, natuurlijk bij Paulussen in Roermond. Mama's als Agnes geven dagelijkse zorg aan duizenden kansloze kinderen in Zuid-Afrika. Kinderfonds Mama's steunt hen.